De reden dat ik je heel erg graag wil uitleggen uh, waarom en hoe je EFT kan toepassen als jij je belemmerd voelt of angst voelt om een uh, vraag te stellen, dat is omdat ik uh, uh, het zo belangrijk vind dat je jezelf geen uh, informatie onthoudt. He, als je een vraag niet durft te stellen, dan ontneem je jezelf iets. Uh, van, en informatie kan je helpen door om, om beter te groeien. En de reden dat ik dat zo belangrijk vind is niet alleen maar omdat ik heel veel mensen in mijn praktijk heb die met dit probleem kampen. Ik heb zelf dit ook uh, heel erg ervaren. Ik heb mezelf ook, uh, ik heb heel vaak gehad dat ik, dat ik me dom voelde als ik een vraag stelde. En dat heeft mij, tegen, heeft mij dus tegengehouden om die vraag te stellen. En dan zocht ik het wel zelf uit. Want tuurlijk, je kan altijd overal uitkomen. Maar uh, dat heeft me gewoon ontzettend veel tijd gekost. En ik zeg niet dat ik daar spijt van heb, maar eh, omdat ik weet dat dat ook met allerlei pijntjes te maken heeft, allemaal oude stemmen en alles van, wat vanuit je onbewuste ook ineens tevoorschijn kan komen, ja, wil ik jou eh, helpen met EFT eh, dat je dat sneller kan transformeren. En ik moet erbij zeggen, EFT helpt jou daarmee om, om het sneller te transformeren. En als je denkt: van, Nou, ik hoef dat hele bewust worden, ik hoef niet precies te weten waarom ik dingen wel of niet doe, uh, vind ik niet van belang. Ik wil gewoon wel die kracht voelen om, uh, om, 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 om die vragen te stellen. Ook oh, prima. Oh, prima, want je kan met EFT de diepte in en een bewustwordingsproces aangaan, uh, maar je kan ook gewoon door EFT toe te passen ontspanning voelen, waardoor je uiteindelijk moed gaat uh, krijgen om wel die vraag te stellen. En hoe doe je dat nou? Uh, nou, uh, even in, in, in basis, want met EFT blijf ik altijd zeggen... Uh, de juiste woorden bestaan niet, het zijn jouw woorden. Uh, die, waar, dus je moet altijd aangeven wat jij op dat moment voelt... en dat je je daarin accepteert. Dus even als voorbeeld... Ondanks dat ik mij te dom voel om deze vraag te stellen, accepteer ik de situatie zoals die is. Ondanks dat ik dit wel een hele domme vraag vind, ik zou dit moeten weten, ik accepteer hoe ik mij voel. Ondanks dat ik angst voel om deze vraag te stellen, ik zou deze vraag moeten weten, ik hou onvoorwaardelijk van mijzelf. En accepteer de situatie zoals die is. Ik, vo, ik voel me dom. Ik voel me op dit moment enorm dom dat ik de vraag niet weet. Ik zou deze vraag, of ik zou deze, de, het antwoord niet weten. Ik zou deze vraag zo graag willen stellen. Maar iets houdt me tegen. Ik voel me dom dat ik de, dit antwoord niet weet. Ik voel me dom. Ik voel me dom. Waarom weet ik het antwoord niet? En dan doe je één of twee rondjes. Als je nou wel dat. En je, na, altijd na één of twee rondjes. haal je altijd even diep in en uit. Ja, bij elke EFT-ronde. Um, als je nou niet de diepte in wil gaan. maakt je allemaal voor de rest niet zoveel uit hoe, dat, hoe, hoe en waarom. Um, dan kan je aanvoelen van hoe voel, hoe voel ik nou? Voel ik me al wat krachtiger worden? Is er al wat spanning van me af? Um, als dat zo is, he, als, die, als er al wat spanning van je af is, dan kan je bijvoorbeeld doorgaan met: Ik voel langzamerhand dat ik. Nou, je hoeft niet eens met de karatepunt. Je kan ook doorgaan op je andere punten. Dus uh, je kan beginnen met, ondanks dat ik nog steeds wat spanning voel om die vraag te stellen, ik hou onvoorwaardelijk van mezelf. Ondanks dat ik toch nog niet die vraag helemaal durf te stellen, ik hou onvoorwaardelijk van mezelf. Dus dat kan je als tussenstop doen, maar je kan ook uh, zeggen... Ik, ik durf het nog niet helemaal. Ik durf het nog niet helemaal, maar ik ben er bijna. Ik voel mijn kracht al terugkomen. Ik ga het gewoon doen. Ik hoef niet alles te weten. Ik hoef niet alles te weten. Alles is veel. Ik ga deze vraag gewoon stellen, want ik wil de informatie weten. Ik ga deze vraag gewoon stellen. Ik voel de kracht. Ik voel de moed. Ik voel mijn moedig genoeg. Ik voel mij moedig genoeg om deze vraag te stellen. Ik voel mij moedig genoeg om deze vraag te stellen. Als voorbeeld dus deze woorden. Als er andere woorden zijn die beter bij je passen. Alsjeblieft pas die dan toe. Adem dan weer in en uit na één of twee rondjes. En ga die vraag stellen. Ga die telefoon pakken als je, als je iemand moet bellen. Of uh, ja... Zorg dat die vraag gesteld wordt. En als je hem nog niet kan stellen, je durft toch niet, die blemmerende stemmen die zijn er nog steeds. Ga verder met EFT. Blijf teppen op wat jou bezighoudt. Dus luister naar je onderbewuste. Want als het goed is, komen er wel wat um, woorden of ideeën of herinneringen naar boven. Benoem die, ondanks dat ik dit herinner, ik accepteer mezelf volledig. En dan kan je daar verder op, op tappen. Ondanks dat ik me nu zo voel, ik accepteer mezelf en dan weer uh, daarmee verder. Dus ik denk dat je een beetje de picture krijgt als het goed is. Als het niet goed is, stel de vraag onderin deze blog. Uh, als je het persoonlijk vindt. Uh, of je hebt moeite om dus uh, iets te vragen hè, nog steeds. Mail me dan heel even. Hè. Ik, ik, ik ben er voor je om je te helpen. Heel veel succes!